namens het Filosofisch Café Nijmegen en ook het Zoeterbeek-programma. Wij organiseren deze avond samen. Ik ben Lisa Doeland, ik werk als programmamaker bij het Zoeterbeek-programma. En ik zal deze avond leiden, voorzitten. We gaan het hebben over het basisinkomen. Dat is een idee dat eens in de 10, 15 jaar, las ik, terugkomt. Het leeft nu weer, we denken erover na. En vanavond gaan we het erover hebben of dat een goed idee is of niet. Maar niet alleen de praktische kant natuurlijk, het is immers een filosofisch café. Dus we gaan het ook hebben over de politieke, filosofische ideeën of idealen die daarachter schuilen gaan, die daar aan ten grondslag liggen. We gaan het ook hebben of het misschien wel luiheid in de hand werkt, dat het helemaal niet goed is, dat werken een deugd is en dat we daarvoor moeten blijven gaan. Voor de pauze hebben wij een lezing van Bruno Verbeek, filosoof. Hij is als universitair docent ethiek en politieke filosofie verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij zal iets gaan vertellen over de voor's en tegens van een basisinkomen en vooral dus over die filosofische grondslagen, de ideeën die er achter schuil gaan. Daarna een kort interview, en misschien dat hangt er een beetje vanaf, ook alvast wat ruimte voor vragen uit de zaal, want u bent ook met zoveel. Voordat dan de pauze begint, hebben wij muziek, als iedere keer. We hebben een zanger, Nathan Tax, die gaat lenteliederen voor ons zingen. Het is, nou ja, het voelt eigenlijk al zover, al is het nog winter. En hij wordt dan begeleid door Jentel Demirel. Dan begint de pauze en daarna zullen zij nog een lentelied spelen. En daarna komt Lisa Westerveld, die schuilt aan tafel bij mij en dus bij Bruno Verbeek. Zij is ook filosoof en gemeenteraadslid voor GroenLinks. En is nu bezig met misschien wel een soort basisinkomen voor Nijmegenaren. Dus dat is interessant om het ook over de praktische kant van de zaak te hebben. En helemaal aan het einde van de avond een column van Hanneke Hendricks. Ze zit er achter al klaar. Ze gaat die live, ja, daar. Ze gaat hem live schrijven. Ik ben nu al super benieuwd wat het wordt deze keer. Ja, ik ook. Ja. En ik wil je nu alvast trouwens feliciteren. Want jij krijgt tijdens het boekenfeest op 7 maart, dat is aan het einde van deze week al, de Cultuurstimuleringsprijs Nijmegen uitgereikt. Dus misschien alvast nu een hartelijk applaus. Ja. Ja. Ik wil graag eerst uw aandacht en ook een hartelijk applaus voor Bruno Verbeek. Goedenavond. Dank voor deze stuitend grote opkomst. De vorige keer dat ik een praatje gaf over het basisinkomen was dit voor de jongerenvereniging van D66. Die hebben eens in de zoveel tijd een politiek café in Den Haag. Daar waren wel geteld precies 3 D66'ers in een luidruchtig café. En halverwege de avond was de jaarvergadering van de JOVD kennelijk afgelopen. Want er kwam een hele blik ballen het café binnen stuiteren. En die zaten, zonder dat ze mijn praatje hadden gehoord, gedurende de vragen allerlei hele duidelijke bezwaren te geven. Dus, nou goed. Die zullen ongetwijfeld ook wel komen, die hele duidelijke bezwaren. Maar u bent in ieder geval vast goed geïnformeerd. Dat basisinkomen. Waarom zou je daar voor zijn? Nou, moet u even wat praktische dingen zeggen. Sinds de jaren 80 zien we eigenlijk dat elk opvolgend kabinet bezig is om onze verzorgingsstaat te hervormen, af te schaffen, de grond in te werken. Voortdurend wordt gezegd, het is te duur, we kunnen het niet meer zo volhouden. Onder invloed van zaken als vergrijzing, individualisering, verandering op de arbeidsmarkt. Dat maakt allemaal dat klassieke traditionele zorgarrangementen, WW, bijstand, noem maar op, niet langer te dragen zijn. Althans, dat wordt ons verteld. En dan is er uiteraard weer een haantje van een minister die dan een prachtig plan heeft, een leiderschap en visie toont en daar iets anders voor in de plaats gaat zetten. Dus wat je ziet is dat er een voortdurende, continue hervorming, continue veranderingsprocessen bezig zijn in onze verzorgingsstaat, in onze welvaartsstaat. En die hervormingen zijn officieel bedoeld om mensen in grotere getalen te activeren en zelf verantwoordelijk te maken. Maar desondanks heeft dat geleid tot een wirwar van regels, nieuwe regelingen, op afstand gezette semi-geprivatiseerde toezichtsorganen.
die in steeds grotere mate een enorme bureaucratische competentie vereisen van burgers. En dat is voor de gemiddelde afgestudeerde nog wel te doen, een werkloosheidsuitkering aanvragen. Het is voor de gemiddelde lagere schooluitvaller nauwelijks te doen. En dat leidt dus tot grote ongelijkheid in toegang tot die zorgarrangementen tussen mensen. En het maakt bovendien ook dat onze verzorgingsstaat, of wat daarvan over is althans, ongelooflijk inefficiënt is. Er is ontzettend veel red tape bij de uitvoerende instanties, ook bij de Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel, roepen ze dan, maar dat blijkt in de praktijk nog best tegen te vallen. En het maakt ook dat het stelsel enorm fraudegevoelig is. Bewust of onbewust, hè. Soms doen mensen gewoon uit dommigheid, blijken ze tegen de regels in te zijn gegaan. En tenslotte krijg je ook heel potsierlijk rondpompen van geld. Ik las laatst statistieken dat meer dan 80% van de huishoudens in Nederland op dit moment op de een of andere manier een toeslag krijgt. Dat betekent dus dat er bij 100% van de huishoudens wordt er geld via belastingen of wat dan ook weggehaald en dat bij die 80% wordt weer teruggelegd. Ja. Dus het is een rare verzorgingsstaat waar we mee zitten. Nou, voordat we gaan kijken of het basisinkomen daar een oplossing voor zou willen zijn, wil ik eerst even duidelijk maken waarom ik denk dat het fout gaat. Hoe het komt dat het zo inefficiënt is en zo moeilijk is. En waarom elk volgende kabinet en elke volgende bewindspersoon weer leiderschap en visie moet gaan tonen. Op de eerste plaats moeten we vaststellen dat alle solidariteitsregelingen, WW, AOW, AWBZ, pensioen, maar ook dingen als hypotheekrenteaftrek enzovoort, die maken aannames over hun doelgroep. Ik geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld de manier waarop in Nederland het pensioen is geregeld. De typische aanname bij het pensioen is dat je bij dezelfde werkgever, of dezelfde soort werkgever, 30, 40 jaar lang een arbeidszaam carrière hebt, waarbij je regelmatig geld afdraagt. En dat jij een kostwinner bent, die als enige voor je gezin de kosten bij elkaar verdient. En na een werkzame carrière van 30, 40 jaar met pensioen gaat en dan nog x aantal jaren leeft en daar moet je pensioen voor krijgen. Nou ja, die aanname die gaat al nauwelijks meer op. Er is een enorme mobiliteit op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen worden ZPP'er, ZZP'er. Met andere woorden, die aannames gaan niet meer op. En je ziet dus ook al gelijk de ongelukken. Je ziet dus mensen die nu met enorme pensioengaten zitten. Ik ben er ook eentje. Of mensen voor wie die regeling die goed zou uitpakken, omdat ze een andere carrière hebben en niet goed meer uitpakt. Niet omdat ze minder gewerkt hebben, niet omdat ze minder hebben bijgedragen, maar gewoon omdat ze niet aan de aannames voldoen. Hier een ander voorbeeld. Denk eens aan de overheveling van de zorgtoeslag en de zorgwet van het Rijk naar de gemeente. Nou, dat is een prachtig idee, hè? Want de gemeenten zouden zelf beter weten wie hun pappenheimers zijn en welke zorg er nodig is. En bovendien kunnen we dan ook voorkomen dat mensen gelijk in dure oplossingen als bejaardentehuizen moeten komen, kunnen ze langer thuis wonen en zo. Dus niet alleen kan die hulp effectiever georganiseerd worden, er is bovendien ook gelijk een prettige bezuiniging in te boeken. Dus dat is mooi. Dus hup, het Rijk gooit over de muur bij de gemeente. Maar die gaan er dan dus wel vanuit dat er op de eerste plaats een goed werkende, efficiënte markt van zorgaanbieders is. Dat gemeenten in staat zijn voor de scherpst mogelijke prijs voldoende zorg in te kopen. Ik las in de NRC vanavond dat niet zo is. Dat de meeste gemeentes niet bereid zijn een fatsoenlijke prijs te betalen voor dingen als schoonmaak en thuiszorg. En ten derde, het betekent ook dat hulpbehoevende mensen, voor zover ze niet op de gemeenschap een aanspraak kunnen maken, en dat kan in steeds mindere mate, wel iemand hebben die naar hen omkijkt. Hè, een mantelzorger, meestal een vrouw dan ook. Hè. Dat is een aanname. Hè, hulpbehoevende mensen zouden dus altijd wel iemand hebben naar wie ze kunnen keren wanneer het even niet uitkomt. En we zien ook alweer de ongelukken. Namelijk in al die zielige gevallen waarin die aannames niet uitkomen. Waarin bejaarden inderdaad aan het vereenzamen zijn, aan het vervuilen zijn. Waarbij de thuiszorgmedewerker precies 35 minuten deze week langs kan komen. Maar nu moet ik echt weggaan, meneer Jansen. Terwijl meneer Jansen misschien net extra hulp nodig heeft. Nou ja, zo zijn er al heel veel meer voorbeelden gegeven.
En het is niet zo dat je daar geen rekening mee zou kunnen. Je zou die regelingen kunnen verfijnen. Extra condities inbouwen. Grotere flexibiliteit in de uitvoering en zo. Maar het is allemaal pappen en nat houden. Waarom? Omdat aannames over je doelgroep, aannames over wie de typische hulpbehoevenden zijn, of wie de typische gevallen zijn waarmee je solidariteit moet betonen, wie dat precies zijn. En die aannames komen niet uit. En dat is erg om twee redenen. Op de eerste plaats, omdat er elke keer als je aannames maakt, er dus altijd groepen en individuen en ernstige gevallen zijn die er buiten vallen. Het duidelijkste te zien in het asielbeleid. Hè? Dus daar hebben we aannames gemaakt over de typische asielzoeker. En wat de typische asielzoeker wiens aanvraag is afgewezen, hè, die moet dan worden teruggestuurd. Wat er dan gebeurt, hoe het dan moet. Nou ja, de regeling is nog niet ingevoerd. Of je hebt had in de tijd dat je de familie Gumus, hoe heet die jongen uit Angola? Ja, Mauro. Daar. Kortom, hè, allemaal zielige gevallen die dan net buiten van de wet vallen. Voor wie het eigenlijk ook bedoeld is. Nou, en wat je daar dus ziet is dat typische aannames over de doelgroep van het beleid niet uitkomen of wringen. Waarom zijn die aannames dan problematisch? Hè? Dus afgezien van het feit dat het zo zielig is voor die mensen. Nou, die zijn ook problematisch vanuit het oogpunt van vrijheid. Immers, door die aannames te maken, maakt de overheid, maken de uitvoerende instanties aannames over wat een typisch, normaal, te verwachten soort leven is. En dus ook wat een verkeerde manier van leven is, of een afwijkende manier van leven is, of een manier van leven is die we liever niet zien in onze samenleving. Je ziet bijvoorbeeld ook, niet zo heel lang geleden was het bijvoorbeeld onmogelijk voor twee mannen om te trouwen. De aanname was dat alleen een man en een vrouw met elkaar zouden willen trouwen. En daarom ook, moeten we dat ook alleen voor hun regelen. En het dus verbieden voor anderen. Nou, aanname, gelukkig is dat onderhand al de wereld uit. Maar ook daar zie je weer dat je daarmee dus een publiekelijk erkende relatievorm voor homoseksuele mannen en vrouwen bijvoorbeeld onmogelijk hebt gemaakt. En een manier van leven onmogelijk hebt gemaakt. Ik denk dat een overheid dat niet moet doen. Ik denk dat een overheid open moet staan voor een veelheid aan verschillende manieren van leven. En daar, voor zolang die verschillende manieren van leven elkaar niet schaden in de weg zitten, dat moet faciliteren. Nou, hoe moet het dan wel? Hoe zou je de solidariteit en de zorginstaat dan wel moeten organiseren? Het basisinkomen. Het basisinkomen is een inkomen dat... onze jonge eerstejaars. Iedere Nederlander van, zeg boven de 18, of mij wordt boven de 16, ongeacht gezinssituatie. Ongeacht met wie hij of zij samenwoont of het doet. Ongeacht of hij of zij een betaalde baan heeft of dat aspireert. Noem maar op. Hè. Zonder enige aannames recht heeft en dus ook krijgt zo'n basisinkomen. Zo'n regeling is natuurlijk minimaal complex en doet haast geen aannames. De enige aanname die je doet is dat je een ingezetene bent in Nederland. We kunnen over het twijfelen van alleen burgers of ook ingezetenen zou moeten betreffen. En dat je ouder bent dan 18, 16, noem maar op. Zo'n regeling zou mijns inziens ook gepaard moeten gaan met afschaffing van allerlei flankerend arbeidsmarktbeleid. Het zou ook gepaard moeten gaan met een drastische vereenvoudiging van het belastingssysteem. Waaronder waarschijnlijk een vlaktax. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Ik ga verder over dat basisinkomen. Het idee van dat basisinkomen. Oké. Wat pleit er allemaal voor dat basisinkomen? Nou, er zijn een heleboel argumenten, maar je kunt ze in twee soorten indelen. Aan de ene kant heb je argumenten die zou ik willen noemen praktische argumenten. Zo'n basisinkomen heeft enorme praktische voordelen. Bijvoorbeeld, je kunt de Belastingdienst enorm verkleinen en vereenvoudigen. Je kunt de helft van de software weggooien, eindelijk moderne computers neerzetten. Ga maar naar de invoering van die regeling is enorm eenvoudig. Paspoortcontrole, of nou zelfs dat niet, een SOFI-nummer is voldoende. Ook hele grote stukken kostbare bureaucratie kunnen gelijk worden opgegeven. En denk ook eens aan de enorme privacywinst die dat oplevert voor burgers. Alleenstaande moeders die nu nog in de bijstand zitten, die hoeven dan niet te vertellen dat die leuke man alleen een vriendje is en geen partner. Daar gaat de overheid helemaal niet over. Daar hebben ze niks mee te maken. Dat mogen die mensen zelf verzinnen.
We hebben ook in één keer wat gedaan aan de beruchte armoedeval. Die maakt dat mensen als ze eenmaal in een uitkeringssituatie zitten, onvoldoende prikkel hebben of eigenlijk geen enkele reden hebben om weer te reïntegreren in de arbeid. Gewoon omdat het geen extra inkomen oplevert, wel een hoop stress. En verder is natuurlijk een enorme vrijheidswinst. Iedereen kan naar eigen goeddunken, weliswaar voor een klein basisinkomen, luieren, kunstenaar worden, studeren, doorgaan met studeren, zijn creatieve ambities eindelijk botvieren. Of eindelijk dat riskante bedrijf beginnen wat je altijd had willen beginnen, maar waar je nooit durfde. Of je mag ook een enorm werkzaam leven leiden als je dat liever hebt. Hè? Er zijn nog veel meer. Maar dat zijn allemaal praktische voordelen. Dat zijn allemaal dingen die op zich prettig en mooi en aardig zijn. En waar zo'n basisinkomen een geschikt instrument voor is. Maar er zijn ook andere argumenten die ervoor zijn. Zijn echte morele argumenten. Maar die morele argumenten ga ik nu introduceren aan de hand van de meest voor de hand liggende objectie. De meest voor de hand liggende objectie tegen het basisinkomen is, ja, hoor eens even, dat is toch gewoon een recept voor parasitisme en luiheid. Daarmee creëer je als bij voorbaat een luiere klasse van luiende, nietsdoende, enzovoort. Hè. Parasieten, uitvreters. Mensen die heel goed zouden kunnen werken of wat actief zouden kunnen zijn, maar die gewoon een handje ophouden bij de gemeenschap. Oké, nou wat is dat, we moeten dat bezwaar begrijpen. Wat is er erg aan? Waarom is dat erg? Nou, hier de meest een manier om te begrijpen is dat we denken dat onze solidariteitsregeling, onze welvaartsstaat, gebaseerd is op wederkerigheid. Je ziet het heel duidelijk in de manier waarop de bijstand nou geregeld is. Hè. Dus, we geven je een uitkering, we geven je inkomensondersteuning, maar we eisen van je op zijn minst de bereidheid daar iets voor terug te doen, op zijn minst de bereidheid om zo snel mogelijk uit die situatie te komen in de vorm van een sollicitatieplicht. En als je die sollicitatieplicht schendt, sjoes met het inkomen. Met andere woorden, zo'n basisinkomen, zeggen we dan, doet geen recht aan die eis van wederkerigheid, aan die eis van reciprociteit. Dat brengt me dan tot het eerste argument voor het basisinkomen. Immers, het basisinkomen is de perfecte manier om allerlei vormen van informele arbeid, arbeid die nu niet betaald is, maar wel nuttig is en wel verricht wordt, te vergoeden. Denk aan even hele seksistische traditionele voorbeelden. Arbeid van huisvrouwen, mantelzorgers. Maar denk ook aan het enorme arsenaal aan vrijwilligerswerk. Of aan het werk in heel veel ouderenzorg. Dat wordt nog gedaan door partners en door vrijwilligers. Die daar niet voor betaald worden. Of ik heb begrepen dat mantelzorgers sinds een aantal jaren een douceurtje kunnen krijgen ter grootte van €150 per maand of zo. Nou ja, met zo'n basisinkomen heb je in één klap die informele arbeid ook betaald. En heb je dus erkend dat mensen die dat doen ook nuttige arbeid leveren. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, wederkerigheid vereist juist een basisinkomen, omdat het arbitrair is om te discrimineren tussen formele en informele arbeid. Maar dat is dus één manier waarop je dat bezwaar van luiheid en parasitisme kunt begrijpen. Als een bezwaar van wederkerigheid. Er is ook een andere manier. En die is eigenlijk filosofisch gesproken, voor mij dan, hè, interessanter. Al deze argumenten tot nu toe, dus die praktische argumenten, het is zo goed hiervoor, het is zo goed daarvoor. Ook die argumenten uit wederkerigheid. Hè, op die manier kunnen we al die vrijwilligers enzovoort ook eindelijk een min of meer passende vergoeding geven, zijn second best argumenten. Je neemt voor lief dat er nog altijd wel luie mensen zijn die echt niks willen doen, behalve in hun hangmat hangen, misschien op de ukulele spelen en de hula oefenen of zo, maar absoluut niet bereid zijn om iets terug te geven aan de samenleving. Zullen er niet veel zijn? Hè? En ik denk dat er eigenlijk heel weinig zullen zijn. Maar je neemt voor lief dat als die mensen er zijn, dat ze meeliften op het systeem. Hè? Daarom is het een second best argument. Er is een meer principieel argument wat daar antwoord op geeft. Hè? Dus dan zou je dus zeggen dat het parasitisme verwijt eigenlijk zegt is, jullie nemen dat voor lief. En dat zouden we niet voor lief moeten willen nemen. En omdat we niet willen dat mensen die niet bereid zijn enige tegenprestaties te leveren, toch een handje op kunnen houden en door het leven kunnen komen,
Daarom stoppen we al die red tape erop en daarom hebben we zo'n inefficiënte bezorgingsstaat. Nou, oké, hier is ook een antwoord op te geven, maar het is wat complexer. Het argument daartegen maakt een combinatie van twee uitgangspunten. De eerste plaats is het uitgangspunt opnieuw vrijheid. In ons soort samenleving is vrijheid een groot goed. Vrijheid om je eigen leven zo in te richten zoals jij zelf wil. Dat betekent dat een overheid in ieder geval heel terughoudend moet zijn met bepaalde manieren van leven te verbieden. He, dus bepaalde samenlevingsvormen mogen niet verboden worden. De overheid dient daar zo terughoudend in op te treden. Ik zeg niet neutraal, maar dat kan niet helemaal, maar terughoudend. Oké, maar dat is alleen de negatieve kant van vrijheid. Dat betekent dat we als samenleving, als overheid, in ieder geval mensen niet in de weg moeten mogen zitten, voor zover ze andere mensen niet schaden. Wil die vrijheid zinvol zijn, heb je natuurlijk ook hulpbronnen nodig. U heeft allemaal de vrijheid om een grote rode Maserati te kopen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die het geld daarvoor hebben. Die auto's kosten heel veel geld, heb ik me laten vertellen. Dus als je dat al zou willen, je zou het toch niet kunnen. Dus, reëel gesproken, heeft u die vrijheid niet. Wel nu, dit brengt me op het tweede punt. Om een goed leven te leiden naar eigen inzicht, om van die vrijheid gebruik te maken, heb je dus hulpbronnen nodig. Geld, maar ook andere dingen. Bijvoorbeeld om een boer te zijn, een landbouwer te zijn, heb je grond nodig en zaad, goed. Om een filosoof te zijn, heb je behalve tijd ook boeken en tegenwoordig zelfs een computer nodig. Ik heb ook een computer gemaakt, anders gaat het niet, hè. Wel nou, gelijke kansen op vrijheid vereisen dus ook dat je gelijke kansen of gelijke aandeel hebt in de hulpbronnen in de samenleving. Nou, op dit moment zijn die hulpbronnen absoluut ongelijk verdeeld. Neem ze iets als de grond in Nederland. Nederland is toch wat dat betreft nog redelijk egalitaristisch. 100% van het Nederlandse grondgebied is in handen van iets minder dan 40% van de Nederlanders. Van de ingezetenen. Dat betekent dus dat 60% geen aandeel heeft in die grond. Nou, om niet zo'n ramp te zijn, wanneer die grondbezitters, die niet-grondbezitters, dan maar compenseren voor hun grotere aandeel van de grond dat ze gebruik maken. Immers, het ging om gelijke kansen om van je vrijheid reëel gebruik te maken. Als grond daarbij hoort, dan hebben we allemaal recht op 1/16 miljoenste deel van het Nederlandse areaal. En zullen we dus allemaal, als we niet die 1/16 miljoenste van het areaal in ons bezit hebben, gecompenseerd moeten worden voor het gemis daaraan. Hetzelfde geldt voor de aardgasbel in Slochteren. Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dit zijn nog maar de fysieke hulpbronnen. Er zijn nog meer hulpbronnen. Betaalde bouw, want dat grote stukken van het salaris van betaalde arbeid is eigenlijk ook zo'n hulpbron. Ik ben zelf een heel goed voorbeeld. Ik ben filosoof, het mooiste vak in de wereld. Ik word daar ruim voor betaald als universitair docent, kan ik u vertellen. Als ik minder zou verdienen, zou ik uiteraard klagen en mijn tanden knarsen en roepen dat het gemeen enzovoort is. Maar ik zou het nog steeds doen. Met andere woorden, er zit een stuk op mijn salaris wat als het ware overbetaald is. Nou, hoe komt het dat het overbetaald is? Dat komt om allerlei redenen. Het zijn allemaal dingen die te maken hebben met zogenaamde insider-effecten. Bijvoorbeeld het feit dat ik hier nu eenmaal deze baan heb en het al een tijdje doet, betekent dat ik ben ingewerkt, dat ik een stapel leuke colleges heb, dat ik snel en efficiënt tentamens na kan kijken als je het eenmaal hebt. Als ik zou moeten worden verplaatst door een junior docent, dan kost het zo'n junior docent veel meer moeite. Die moet zich even inwerken. Die moet ook weer hoe waren de regels ook alweer? Wat kan ik allemaal gaan doen? En dat is veel te moeilijk en te duur voor zo'n universitair bestuurder. Bovendien ben ik lid van een invloedrijke vakbond. En die heeft natuurlijk ook allerlei ontslagbeschermingen voor mij en mensen zoals ik bedisseld bij onze werkgever. En dat maakt dat het gewoon steeds dat heel moeilijk is voor een werkgever om mij te ontslaan. Dat geeft mij een onderhandelingsvoordeel. Dat stelt mij in staat, of mensen zoals ik, of mijn vakbond, in staat om een prettig salaris, wat meer is dan het minimumbedrag waarvoor ik het nog zou doen, te bedisselen. Wel nu, dat stukje is natuurlijk ook gewoon een hulpbron. Net zo goed als ik als groot grondbezitter sta op een groter stuk grond dan waar ik recht op heb, en dus anderen moet compenseren daarvoor,
pluk ik een groter stuk salaris dan waar ik recht op heb en moet ik anderen daarvoor compenseren. En op die manier heb je, als je dat allemaal op één grote hoop gooit, heb je dus echt een substantieel pool van hulpbronnen, van geld, waarmee je mensen kunt compenseren voor een gemis aan die hulpbronnen. Wel nu, dat is een basisinkomen. Een basisinkomen is niks anders dan compensatie voor uw aandeel in de hulpbronnen waar u niet op zit. Nou, de portée van het argument is dat een basisinkomen voor die luie uitvreter, die alleen in zijn hangmat wilde liggen, de ukulele spelen en de hula oefenen met zijn grasrokje, dat is geen zaak van zo'n parasiet, zo'n uitvreter, zo'n luie opdonder te subsidiëren, maar juist een kwestie van die figuur zijn terechte aandeel te geven in de hulpbronnen, zodat deze figuur ook een even grote kans heeft als alle andere ingezetenen om een leven te leiden zoals hij dat zelf graag wil, zoals hij dat zelf voor zich ziet. Het betekent uiteraard dat hij minder te makken zal hebben en met droog brood en water genoegen zal nemen, terwijl de ambitieuze ondernemer die enorm veel inkomen genereert, misschien meer heeft, maar daar kiest hij dan zelf voor. En het is dus geen kwestie van wederkerigheid, het is geen kwestie van second best, dit is wat rechtvaardigheid vereist. Ja, een rechtvaardige samenleving is een samenleving die iedereen een maximaal reële gelijke kans en vrijheid geeft om een leven te leiden naar eigen inzicht. Oké, dan moet ik ook op elkaar spelen. Het laatste argument is het officiële, is een heel bekend argument dat door veel analytisch marxisten wordt gegeven voor het basisinkomen. En ik twijfel een klein beetje. Ik zal heel kort zeggen, de reden dat ik erover twijfel is dat ik niet helemaal overtuigd ben dat dat vrijheidsideaal hierachter zit wel het juiste vrijheidsideaal is. Maar dat kunt u me dadelijk over vragen. Ik wil nog even iets anders zeggen. Er is één bezwaar rond het basisinkomen dat je altijd hoort. En dat is echt een bezwaar dat moet ik even noemen. En dat is een economisch bezwaar. Een basisinkomen geeft het verkeerde signaal. Mensen zullen vanzelf minder gaan werken of minder productief gaan worden, want ze gaan allemaal gedichten schrijven in plaats van brood bakken en muurtjes bouwen. En gevolg zal zijn een totale instorting van onze economie en een desastreuze verarming. En waar blijf je dan met je basisinkomen? Dat zal ook naar €1,50 per maand terugvallen. Oké, nou op de eerste plaats vraag ik me af waar de tegenstanders die stelligheid vandaan halen. Je kunt bijvoorbeeld juist verwachten dat meer mensen zullen gaan werken. Al zal het aantal gewerkte uren per werknemer afnemen. Wie wil nog immers 40 uur per week werken als je ook 20 uur per week kunt werken? Nou, misschien wordt het werk dan al wat gelijker verdeeld aan het formele werk. En daarnaast, met andere woorden, of er meer of minder gewerkt zal worden en of de bedrijvigheid en de productiviteit zal toe of afnemen, weet ik veel, dat zou niet kunnen. Maar als er iets is uit de stand van de huidige economische theorie, never mind wat het Centraal Planbureau daar afgelopen weekend over zei, dan is het dat we het niet weten. We weten niet wat de precieze effecten zullen zijn van de invoering van een basisinkomen. We hebben eigenlijk geen enkel idee hoe. Er zijn een aantal effecten. We kunnen wel schattingen maken, maar die lopen volkomen uiteen. Het Centraal Planbureau zegt de bedrijvigheid zal enorm afnemen. Er zijn Belgische experimenten die laten zien dat de bedrijvigheid juist toe zal nemen. Wat moet je dan doen in zo'n geval? Een experiment. Dus ik zou heel erg pleiten voor een min of meer kleinschalig experiment met een basisinkomen. Misschien een Nijmeegs experiment. En dan als het bij jullie goed gaat, dan doen we het in Leiden ook. En nou weet ik ook wel dat in de huidige politieke verhoudingen, de invoering van zo'n basisinkomen, ondanks de regelmatige flirt die iedere 10, 15 jaar weer optreedt, uiterst onwaarschijnlijk is. Misschien dat het nou wel gaat lukken. Misschien dat het wordt door politieke partijen opgepikt iedere keer weer. Het lijkt erop dat het ook in de praktijk serieus overwogen wordt. Dat ook andere mensen, alleen academici als ik, er enthousiast over beginnen te raken. En bovendien, laten we heel eerlijk zijn. Als zo'n belastingvereenvoudiging, waarbij de invoering van een vlaktax en de afschaffing van hypotheekrenteaftrek enzovoort wel bespreekbaar is of zelfs onproblematisch is, nou dan op zijn minst zou een experiment met een basisinkomen ook onproblematisch en op zijn minst bespreekbaar moeten zijn. Dank u wel. Waar ik eigenlijk nog wel benieuwd naar ben, we weten nu van alles over de
over het basisinkomen, over nou, dat we praktisch problemen zou kunnen oplossen. Misschien ook een moreel probleem. Maar wie heeft dit eigenlijk bedacht? Het waar basisinkomen? Waar komt het idee vandaan? Ah, ja, oké. Dit is eigenlijk een heel oud idee. En de eerste echte systematische verdediging ervan is door Thomas Paine, de Engelse radicaal die uit Engeland weggeschopt werd en naar Amerika ging. En daar heeft meegeholpen bij het schrijven van de grondwet. Thomas Paine was ook een atheïst, dus ze wilden hem ook weer kwijt. En stuurden ze hem naar Frankrijk, waar net de Franse revolutie was geweest. En hij heeft daar, op het moment dat de Franse assemblée werd gevormd, heeft hij hen ongevraagd van advies voorzien. En heeft hij hen voorgesteld in een essay dat heet On Agrarian Justice, dat de adel uiteraard onteigend moest worden. Dat waren tenslotte ook citoyens geworden. En net als andere citoyens, dus recht hadden op één 4 miljoen, ze weet hoe groot toen de bevolking van Frankrijk was, aandeel in de vruchtbare landbouwgrond. En dus iedereen die dan op die landbouwgrond zat en die gebruikte, die moest daar dus pacht over betalen aan alle andere Fransen die daar dus niet bij konden. En daar zou een fonds kunnen worden samengesteld waarin mensen een soort, op zijn Engels heet het een starting ground, aan het begin van, als ze gingen trouwen in zijn geval, hè, dan zouden ze een stapeltje geld meekrijgen. Hij berekende dat het 10.000 pond zou kunnen zijn, waarmee je dan een huis zou kunnen kopen, of een stukje grond zou kunnen kopen, of gereedschap zou kunnen kopen, of een opleiding zou kunnen volgen, om op die manier, wat je maar wilde, of je zou het kunnen vergokken, en naar de kroeg brengen, mag ook. Maar dat op die manier zou je, dat is een soort basisinkomen, en op het einde van je leven, als je dan een erfenis had of zo, hè, dan zou die erfenis natuurlijk weer 100% worden belast, en terug worden gestort in dat fonds, en op die manier doorgaan. Dus Thomas Paine is de eerste die dat bedacht heeft. En dat is later, hij werd uitgelachen door die Fransen, ook al waren ze radicaal. Maar het is steeds teruggekomen in allerlei vormen. Maar absolute gelijkheid, daar gaat het dus om. Gelijkheid. Kansengelijkheid. Dus niet kansengelijkheid. Ja, dus wat je er verder mee doet met die kansen, dat is aan jou, ja, is de gedachte. Dat is waar je verantwoordelijk voor gehouden kunt worden. Dus als je het verpest en verknalt, nou ja, dat is dan jouw eigen pakje aan. Maar waar je niet verantwoordelijk voor gehouden kunt worden, namelijk dat zijn je uitgangspositie, je uitgangskansen, die moeten dus gelijk worden. En als die niet gelijk zijn, dan moet je daarvoor gecompenseerd worden in de vorm van een basisinkomen. Ja. Maar is dat dan niet heel financieel gedacht, vraag ik me af. Want als ik, maar misschien ben ik verpest door andere dingen. Als ik denk aan gelijke kansen, dan denk ik aan, we moeten allemaal goed onderwijs. Dus de gezinnen waar we uitkomen zijn misschien verschillend. Hoger, minder hoog opgeleide ouders. Dat heeft er meer invloed op, weet ik veel, je woordenschat, je ontwikkeling. Dus moeten dan niet, vooral vraag ik me af, als je mensen gelijke kansen wil geven. Dat is wel heel erg D66 trouwens, maar goed. Ja. Heel erg veel, ja, geld in het onderwijs. Want jij noemde net allerlei hulpbronnen ook, hè, die, waar je voor zou moeten compenseren. En dan wordt het zo gevangen in een inkomen. Okay. Is dat... Ja, twee redenen. Waarom in een inkomen? In ons soort markt, we zijn een semi-kapitalistische samenleving. En geld is het meest universele ruilmiddel wat we hebben in ons soort samenleving. Dus het meest neutrale ook. In die zin, dus ik kan met dat geld, ik kan een extra jaar studie kopen. Ik kan er een aandeel in een bar mee kopen. Ik kan het stoppen in een garagebedrijfje. Het kan allemaal. En wat betreft onderwijs, daar heb ik dan niet zo heel erg over nagedacht. Maar je kunt daar hetzelfde type argumentatie op loslaten. Hè? Dus je zegt, boven hun 18e mag iedereen het zelf weten. Iedereen moet de gelijke kans hebben op onderwijs. Dus iedereen krijgt een voucher. En er zijn er sommige slimpies die heel erg veel belangstelling hebben voor die vouchers. Omdat ze naar de universiteit kunnen gaan en heel, een mooi vak als filosofie zouden kunnen gaan studeren. En daar heel erg gelukkig van worden. En die hebben dus extra belangstelling voor een extra jaar onderwijs. Misschien zijn er anderen die, ja, die wel helemaal klaar zijn met school en nou wel eens wat willen gaan doen. Nou, die kunnen hun voucher, die ze dus niet gebruiken, verkopen. Mag ik even vangen? Dat is dus je collegegeld, zou ik maar zeggen. En daarmee kun jij naar de universiteit. Misschien kun je het collegegeld nou nog niet betalen. Dan kun je een lening treffen. En uit die lening betaal je mij, die de voucher niet wilde, later terug. Dus je kunt daar precies hetzelfde schema op loslaten. En opnieuw is daar weer dezelfde gedachte. Ongeacht of je er belangstelling voor hebt of niet. Je moet die reële vrijheid hebben.
En daar moet je gebruik van kunnen maken. Dus als ik van gedachten zou veranderen. Dus ik dacht dat ik niet wilde studeren. En dan halverwege, potverdorie. Ik wil toch. Nou, dan moet ik terug kunnen gaan op de markt, zou ik maar zeggen. Of wacht even, ik wil hem terug. Ja, zeg, ik geef hem nou niet meer terug. Gaan we daar vragen. Die wil hem ook niet. Nou, kan ik hem daar alsnog ophalen. Ja. Dus die gedachte, dus die flexibiliteit, die moet er ook in zitten. Dus de gedachte hier is hier de hele tijd. Echte vrijheid betekent dat je kunt doen wat je wil doen als je het zou willen. Als je ervoor zou kiezen. Dus ook dingen waar je niet voor zou kiezen. En waar je op dit moment, of misschien wel nooit, belangstelling voor zou willen hebben. Als ik je die afpak, neem ik toch je vrijheid af. Ja. Dat vrijheidsideaal zit erachter. Maar dan is het dus, want je begon je lezing met meer laten zien hoe een basisinkomen allerlei praktische problemen, waar we nu mee kampen, zoals bureaucratie bijvoorbeeld, of zou kunnen lossen. En daarna meer de ideële kant op. Maar laat ik het anders formuleren. Zou je het erg vinden als het basisinkomen uiteindelijk in Nederland wordt ingevoerd, alleen maar omdat we denken dat lost een praktisch probleem op? Of is het juist belangrijk dat het vanuit een soort ideaal wordt ingevoerd? Aha. Dat is een hele goeie. Ik zou willen dat het uit een ideaal wordt ingevoerd. Maar uiteindelijk, als slim politicus, moet je natuurlijk vierkant aan de reet roesten wat de redenen zijn waarom het juiste wordt gedaan, als het juiste maar wordt gedaan. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het vrijheidsargument wat ik nou heb gegeven, daar twijfel ik ook het meeste over. Socrates, weet niet wat hij weet, ik er ook eentje, daar twijfel ik over. Het heeft te maken met dat vrijheidsideaal. Dat neemt niet weg dat het van alle andere mogelijke verzorgingsarrangementen, alle andere mogelijke manieren om onze economie en onze solidariteit te organiseren, de manier is die zoveel praktische voordelen belooft, dat je zegt, daarom alleen al, zou je het op zijn minst een keer moeten proberen. En ik heb goede hoop, ik denk echt dat het heel goed kan. Er zijn ook plekken in de wereld geweest waar het daadwerkelijk is geprobeerd. Ja. Of, Alaska is een voorbeeld, trouwens. Oh, dat wist ik niet. In Alaska, was dat? Nog steeds. In de staat Alaska, die hebben heel veel olie onder de grond. En daar krijgen alle inwoners, die krijgen per jaar $1400. En dat is hun aandeel in de hulpbronnen van Alaska als inwoner van Alaska. Dus je moet minstens 5 jaar in Alaska hebben gewoond. Dus en dan heb je daar recht op. Ja, $1500, dat is 1 maand huren, zeg maar. En dat hangt een beetje vanaf waar je woont. Hè. 1 maand huren en een paar boodschappen. Maar toch, hè. Ja. Daar hoef je niks voor te doen. Je kunt het opzuipen in de kroeg, je kunt het in een investeringsfonds stoppen, je kunt het verpachten. Daar heb je recht op. En dat is compensatie aan de inwoners van Alaska voor het gebruik, wat Shell en Exxon weet van maken, van de hulpbronnen die daar ver onder de grond zitten. Dus er zijn nog een paar plekken waar dat gebeurt. Maar Alaska is een heel goed voorbeeld. Ja. Maar dan is het dus, dan is het niet het basisinkomen zoals Payne dat bedacht of zo. De hulpbron die hierbij gebruikt is, Thomas Paine dacht aan de landbouwgrond als de hulpbron. In Alaska hebben ze als hulpbron gekozen de minerale aardschat. Hè, dus de olie, het is met te taf, zo weinig lijkt me. Ik bedoel, een basisinkomen, iets minder dan 1500, maar dat is wel prettig. Ja, nee, dat is een slok op een borrel. Ja. Een hele grote borrel, ja. Ja, ja. Dat is dus anders dan in Noorwegen, waar ze precies hetzelfde hebben bedacht. Maar daar hebben ze de opbrengsten van die olie, stoppen ze in een fonds. En daar gaan ze dan allemaal mooie, goede doelen mee proberen. Ook heel mooi, hè? Het is lovenswaardig enzovoort wat ze doen. Maar daar zie je dus gelijk dat de overheid zich dan allerlei oordelen aanmeet over wat nuttig en zinvol en mooi en goed is voor de burgers. Uiteraard ga je een inspraak organiseren en dan ga je luisteren wat de meerderheid zegt. Dat betekent dus dat de minderheid regelmatig, zo niet altijd, aan het kortste eind trekt over hoe dat geld zou moeten worden ingezet. Ja. Plus dat het ook nog allerlei andere macro-economische nadelen heeft, maar dit geheel terzijde. Ja, dus het gaat erom dat de autonomie of de keuze, die moet zoveel mogelijk bij individuen komen te liggen. Dat lijkt mij is het sterkste morele, principiële argument voor zoiets als een basisinkomen. Ja. En daarnaast heeft het allerlei andere prettige idealistische bijvoorbeelden. Bijvoorbeeld één ander voordeel. Ik heb begrepen dat Lisa dadelijk, andere Lisa, daar ook nog over gaat praten. Het doet bijvoorbeeld ook iets aan het arbeidsfetischisme onze samenleving ondergebukt gaat. Het idee dat alleen formele betaalde arbeid van 9 to 5 of nog langer
een waardevolle en zinvolle manier is om je tijd door te brengen en te leven. Weer zo'n vooroordeel. Maar ik vind dat we zo gauw mogelijk van af moeten. Dat zijn opvattingen over wat een goed leven is. Het is een opvatting. Ik ben er zelf ook zo eentje. Ik werk graag hard. Maar ik vind het uiterst aanmatigend om te denken dat het daarom goed voor iedereen is. En waardevol voor iedereen is. En helemaal aanmatigend om het daarom ook maar te gaan opleggen aan iedereen. Nou ja, misschien zien ze het nu niet. Maar als ze maar een beetje dwingen. Hè, dus we stoppen ze in een arbeidsritme en zo. We zetten ze 10 jaar in. Op een gegeven moment dan zullen ze ook wel, net als ik, de waarde van hard werken inzien. Nou ja. Ja. Ja, de waarde van stressverlichting is misschien ook wel groot. Ja, ik moet zeggen dat als ik daar aan zo'n basisinkomen denk, denk ik zo. Dat helpt, dat scheelt een hoop stress. Ja. En ik vermoed dat ik er ook niet heel veel minder om zou werken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er al mensen zijn die een vraag willen. Ik zie daar en hier een vinger. Ik ga eerst trouwens even kijken hoe lang we eigenlijk nog... Niet heel lang. We hebben dus deze 2 vragen, dan een pauze en daarna gaan we door. Ja. En daarom zou je dus voor het basisinkomen. Dat mist u een beetje. Ja. Oké, okay. Nee, dat is sterker nog, ik meen dat mijn eerste morele argument was. Namelijk de gedachte dat je op die manier iets kunt doen aan de discriminatie van zogenaamde informele arbeid. Is er principieel iets tegen om arbeid in ruil te doen voor iets anders? Dat weet ik niet. Soms wel, soms niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik bijvoorbeeld, ik heb een buurman met wie ik goed overweg kan. Als ik hem help met de schutting, dat hij mij helpt met het stoepje. Is dat een probleem? Ik denk het niet. Nou, als dat geen probleem is, dan zijn we al de slippery slope van de arbeidsdeling opgegaan. Want nu komt er een derde buurman en zegt, ja, ik zie dat jij zo knap het stoepje kan leggen. Als jij nou voor mij ook een stoepje legt, dan kom ik bij Bruno zijn tuin doen en dan gaat Bruno bij jou de schutting helpen repareren. En dan komt er weer iemand bij. Op een gegeven moment wordt het erg onhandig, weet je wat, we gaan vouchers instellen. Hè, dus bierviltjes of zo waar een stempel op staat. En voor 2 bierviltjes komt Bruno je schutting helpen repareren en voor 3 bierviltjes komt de buurman je stoepje repareren. Zie wat we nu al hebben? Ja, dus het gaat om de persoonlijke relatie. Ja, ja, ja. Ja. Hier gaan we op door, mevrouw. Ja. In het tweede ja, deel. En dan, ja. Ik heb een vraag over die vrijheid. Hoe vrij is een gehandicapte die aan de basisinkomen onvoldoende heeft om een rolstoel aan of een thuisrol? Heel goed, heel goed. Yes, exactly. Het uitgangspunt van gelijke reële vrijheid vereist dus dat je mensen verantwoordelijk houdt voor wat ze doen met hun kansen, maar niet verantwoordelijk houdt hoeveel kansen ze hebben. En zo'n gehandicapte bijvoorbeeld, dat is iemand die door een stiefmoederlijke natuur is behandeld, zoals Immanuel Kant het dan zei, en daardoor veel minder kansen heeft. Dus het punt van Sen is niet in staat om met zijn basisinkomen hetzelfde kans te genereren als iemand van een... het uitgangspunt vereist dus dat je voor dat type mensen, ik weet nu zet je de kraan open, moet je dus iets extra's doen. Klopt? Maar dan heb je een basisinkomen. Nee, dus maar dat... Van een basisinkomen tot de huidige zekerheid. Nee. Het is een basisinkomen, is een inkomen om niet.
En dat doen we in ruil voor een hele hoop van de huidige inkomensondersteunende en arbeidsmarktachtige maatregelen die een overheid doet. Het betekent dus dat je bovenop zo'n basisinkomen, ja, vandaar dat het is een ingewikkeld verhaal, daar heb je dus een vlaktax nodig om het basisinkomen te financieren. Maar ook om een fonds in te stellen om mensen te compenseren voor gemis aan kansen waar ze zelf verder helemaal niks aan kunnen doen. En dit is typisch zo'n categorie. En dat is dan, maar dat is dan iets wat bovenop die grondrente komt, bovenop de revenue die je kunt halen uit die hulpbronnen, belasten. Dit haal je uit inkomen. Want dat is dus met name voor gehandicapten, maar hetzelfde geldt voor jonge kinderen en dergelijke. Dat zijn dan kwesties van solidariteit. Hè? Ja. Nou, dat boek hadden we mij wat schriftelijk. Goed zo. Ja. We gaan hier, na de muziek en de pauze op verder. Voordat wij doorgaan met het gesprek, ook met u de zaal, eerst een column van Lisa Westerveld. Bella, non credio del mio cor, dolce desio, esser tu l'amor mio. Credilo pur, e se ti morta sale, prendi questo mio stralle, aprimi il petto e vedrai scritto in cuore Amarilli, il mio amore. Se ti morta sale, prendi questo mio stralle, aprimi il petto e vedrai scritto in corde Amarilli, mio amore, amarilli, mio amore. Beekje dat stroomt langs groene weiden, misschien hier en daar een steen en een stukje wei. En dan verjagen ze samen de winter een plaats maakt. Kom bij beeld. Se l'ora spira tutta fezzosa, la fresca rosa ridente sta, la siepe ombrosa di bei smeraldi, estivi calliti morno da. Abbagli, niente venite, ninfe gradite, fior di beltà. Purché si chiaro il vago fonte, dall'alto monte al mar sen va. Suoi dolci versi spiega l'augello, e l'arboscello fiorito sta. Un volto bello all'ombra accanto, sol si riavanto da per pietà. Al canto, ninfe ridenti, scacciate i venti di crudeltà.
voordat wij doorgaan met het gesprek, ook met u de zaal, eerst een column van Lisa Westerveld. Vorige week sprak ik met een oud-student van de universiteit. Hij studeerde aan een faculteit die veel van jullie wel zullen kennen. Hij had een fijne studietijd gehad, enorm veel geleerd en was inmiddels afgestudeerd. En dat betekende dat hij op zoek ging naar een baan. Maar helaas liggen die niet voor het oprapen. Gelukkig hebben we in Nederland een sociaal vangnet waar mensen beroep op kunnen doen als ze geen inkomsten hebben. En nadat deze student zijn eigen vermogen had opgegeten, en ik verzin dat niet, opgegeten is de term die hier officieel voor staat, en hij aan zijn inspanningsverplichting had voldaan, dat betekent dat hij 4 weken heel actief naar werk moest gaan zoeken, mocht hij een uitkering aanvragen. En dat klinkt makkelijker dan het is. Ter illustratie heb ik de aanvraagformulieren meegenomen en nou, dat zijn een aantal van deze formulieren die je moet invullen. Een inspanningsplan of een inspanningsverplichting en ook een bewijsstukkenbijlage. En dat is dus een bijlage. Ik weet niet of mensen het goed kunnen zien, maar hier staat dus op welke bewijsstukken je allemaal moet indienen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de spaarbankafschriften van u en uw partner, maar ook die van inwonende kinderen. Jonger dan 18 jaar, de polis van de levensverzekering, uitvaartverzekering, sollicitatiebewijzen van de afgelopen 2 maanden en bewijs van inkomsten van inwonende gezinsleden, om maar een paar voorbeelden te noemen. En die worden dan ook uitgebreid met je doorgenomen als je daar een uitkering wil aanvragen. En hij vertelde dat hij aan die ambtenaar mocht uitleggen waarom hij, en dat was inmiddels al maanden geleden, een bedrag van €12,65 had overgemaakt naar een vriendin onder de vermelding van kroeg. En dit vertelde hij echt, dus ik verzin hier geen voorbeelden. En hij vertelde ook waarom hij dat hij mocht uitleggen waarom iemand met dezelfde achternaam, en dat was zijn vader, ergens in dat jaar hem €20 had overgemaakt. De grootste verrassing kwam voor hem toen uiteindelijk de eerste uitkering werd overgemaakt. Want die was een paar honderd euro lager dan verwacht. En dat was omdat hij onder de schoolverlatersnorm viel. Voor mij ook een nieuwe term. Maar dat betekent dus dat afgestudeerden een paar honderd euro minder per maand krijgen. Omdat het een mooie prikkel is om aan het werk te gaan. Dat is de gedachte daarachter. Nou, in diezelfde week ontving ik in de hoedanigheid van raadslid een mail van een Nijmeegse bewoner. En ik lees daar graag even een stukje uit voor. Hij schrijft, momenteel zit ik in de WW en pogingen om een klein beetje bij te verdienen worden nou niet bepaald gewaardeerd. De kleinste administratieve fout wordt afgestraft en op je inkomen gekort. En niet zomaar een beetje. Als je pech hebt, krijg je een boete gelijk aan het bruto inkomen voor die periode. Terwijl je probeert om zelf iets bij te dragen aan je levensonderhoud, word je als een misdadiger behandeld. De mensen die werken bij het UWV, en dat is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zijn volgens mij meer bezig met het controleren dan mensen te helpen aan een baan te komen. En ik snap dat wel, want ze beschikken gewoon niet over voldoende vacatures. En zo kreeg ik nog een mail of nou, bijna 100 reacties heb ik gehad de afgelopen weken per mail. Gelukkig zijn er ook mensen die wel een baan kunnen vinden, zoals een kennis van me. Hij is ruim 2 jaar werkloos en had zich voorgenomen om iedere dag tenminste 1 brief de deur uit te doen. Na 2 jaar keihard solliciteren heeft hij uiteindelijk een baan gevonden. Fantastisch natuurlijk. Dat vond ook het UWV en hij kreeg een brief met daarin felicitaties. Maar ook met de boodschap dat hij nog steeds verplicht was om door te solliciteren totdat de eerste dag van zijn nieuwe baan was ingegaan. En geen dag eerder. Ja, dit soort foutjes gebeuren, denkt u misschien. Maar dat is het vervelende, het zijn geen fouten. De wetgever gaat ervan uit dat mensen die een uitkering krijgen niet genoeg hun best hebben gedaan om een baan te vinden en dus aangespoord moeten worden. Wij willen dat je 5 dagen per week, 8 uur per dag besteedt aan het zoeken van een baan, vertelde een ambtenaar me laatst. Dat is namelijk de bedoeling van de wet. Ironisch genoeg maakt de wetgever het uitkeringsgerechtigden aan de andere kant juist ook moeilijk om een kleinere baan te vinden. En daardoor kom je een uitkeringssituatie praktisch niet uit, totdat je fulltime werk hebt gevonden. Dat is overigens ook erg nadelig voor kleine ondernemers en ZZP'ers. En daar mailde iemand ook over. Ik ben zo'n ZZP'er. Het afgelopen jaar ben ik 2 opdrachtgevers kwijtgeraakt, waardoor ik een enorme val in inkomen maak. Min 15.000 euro. Op aanraden van mijn boekhouder heb ik bij de gemeente aangeklopt voor ondersteuning. Die heb ik nu via een lening op de overwaarde van mijn huis voor de periode van 1/2 jaar. Die periode is 1 maart om en dan moet ik aantonen dat ik zelf weer voldoende inkomen heb. Is dat niet zo, dan moet de stekker uit mijn bedrijfje en val ik in de reguliere bijstand met alle daarbij horende rechten en plichten.
Met een basisinkomen zou ik mijn activiteiten voort kunnen zetten. Vanuit een uitkeringssituatie niet. En we maken het onszelf ook niet makkelijker met de invoering van de participatiewet, waarvan de uitvoering bij de gemeentes ligt. Onlangs heeft de Nijmeegse gemeenteraad, waar ik ook in zit, verschillende verordeningen vastgesteld waarin staat hoe we moeten voldoen aan die wet, die overigens al sinds 1 januari is ingegaan. In deze wet voert de regering nog meer sancties in. De omstreden tegenprestatie, die houdt in dat de gemeente je mag verplichten om een x-aantal uur per week ergens je tijd aan te besteden. De verhuisverplichting, en die houdt in dat de gemeente je kan verplichten om te verhuizen naar een andere gemeente als je daar werk kunt krijgen. En sancties die worden opgelegd als je bewust of onbewust niet aan de regels houdt. Dus vergeet je bepaalde informatie te melden, kassa. Voor de gemeente dan, die wettelijk verplicht is om je een maand lang geen uitkering te geven. En gebeurt zoiets een tweede keer, dan ben je 2 maanden je uitkering kwijt. Hier niet aan meedoen is ook voor een sociale stad als Nijmegen geen optie, want Den Haag heeft er uitgerekend wat het gemiddelde aan boetes zou moeten zijn. Voor Nijmegen is dat ongeveer 2 ton. Dus dat wordt al gekort op de rijksbijdrage. En zo weet Den Haag zeker dat onze ambtenaren hier ook boetes gaan opleggen. Dat is natuurlijk best wel lullig als je een stad bent waar mensen zich netjes aan de regels houden of waar mensen minder vaak hun formulier verkeerd invullen, bewust of onbewust. Ook nieuw aan die participatiewet is de kostendelersnorm die wordt ingevoerd. Dat houdt in dat wanneer een bijstandsgerechtigde met 1 of meer personen boven de 21 jaar in huis woont, de uitkering in veel gevallen lager wordt. In Nijmegen wordt het komende half jaar ongeveer 1300 situaties opnieuw beoordeeld. En dat is een flinke klus en de verwachting is dat veel van die mensen er dus flink gekort gaan worden in hun uitkering. En voor die controle strekken we ook het komende half jaar in ieder geval 4 FTE uit. Alsof dat niets kost. Nou, ik denk dat de boodschap die ik je wil vertellen wel duidelijk is. We hebben in Nederland een ingewikkeld en bureaucratisch stelsel van sociale zekerheid opgetuigd dat uitgaat van sancties en wantrouwen. Bovendien gaat het systeem uit van een vals uitgangspunt, namelijk dat er banen zijn, want die zijn er niet genoeg. Voor iedere vacature in deze regio zijn er ongeveer 8 werkzoekenden. Daarom stelde ik begin januari met een fractiegenootje voor om een experiment te beginnen in Nijmegen met een heel simpel uitgangspunt. Wij willen het systeem vriendelijker en simpeler maken. Wij willen zoveel mogelijk regels en voorwaarden aan de kant zetten en de opbrengst daarvan gebruiken om mensen een bepaald inkomen te geven. En voor het gemak hebben we dat basisinkomen genoemd. Nu kun je dat basisinkomen natuurlijk heel groot zien, met een definitie als alle Nederlanders krijgen onvoorwaardelijk een vast bedrag waar ze van kunnen leven. En ja, dat is een hele mooie discussie en daar moeten we ook vooral veel over praten en die discussie moeten we ook vooral op de agenda houden. Maar we zijn ook reëel. In Nijmegen maken we geen beleid voor heel Nederland, al zouden we dat best wel af en toe willen. Als afgestudeerd filosoof praat ik graag over ideaalbeelden en de beste samenleving. Als Nijmeegs politicus ook, maar ik probeer dat ook te vertalen naar de praktijk. En dat betekent dat een ideaalbeeld gereduceerd moet worden tot iets dat praktisch uitvoerbaar is en waar wij als Nijmeegse gemeenteraad wat over kunnen besluiten. En vandaar dat lokale experiment. Ik denk dat een aantal van jullie vragen, ja, maar wat willen jullie dan precies? En ook daar wil ik graag eerlijk over zijn. We hebben nog geen concrete uitwerking, maar we hebben hier wel veel ideeën over. Zoals ik net al vertelde, zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor mensen in de bijstand en de begeleiding naar werk. En in de regio Nijmegen waren in 2014 rond de 15.000 mensen werkloos en ontvingen ruim 6500 van hen een uitkering. En jaarlijks geef Nijmegen bijna 17 miljoen uit aan alles wat met reïntegratie te maken heeft. Nou, wat levert dat nou op? Dat is dat rond de 600 personen hierdoor tijdelijk werk vinden. Nou, als we dit uitrekenen, en ik weet, daarin gaan we veel te kort door de bocht, maar dan komen we uit op een bedrag van ongeveer 28.000 euro per persoon. Nogmaals, veel te kort door de bocht, maar wij vinden dit wel reden om te kijken naar de effectiviteit van het huidige beleid, daar vraagtekens bij te zetten en te vragen of we dat geld niet veel beter kunnen inzetten. Een andere mogelijkheid om geld in te zetten is het versimpelen van regelgeving. We hebben bijvoorbeeld een heel enorm uitgebreid minimabeleid en ik heb daar ook een voorbeeld van meegenomen. Dit is het, ik weet niet of mensen dat goed kunnen zien, maar dit is het minimabeleid met verschillende vakjes waar mensen aanspraak op kunnen maken om hun inkomen wat te verhogen. Ook een ontzettend ingewikkelde klus voor veel mensen. En het is heel goed dat wij zo'n ingewikkeld minimabeleid hebben, zo'n uitgebreid stelsel. Maar er valt ook veel te besparen op bureaucratie.
En ik wil graag een voorbeeld lezen uit een rapport van de ombudsman. Die hebben een paar jaar geleden ook onderzoek gedaan. En die geven een voorbeeld van het gezinsbudget van een alleenstaande ouder. En die zeggen daarbij, het gezinsbudget van een alleenstaande ouder met twee kinderen van 9 en 16 jaar, met een deeltijdbaan en een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning, kan er zo uitzien. Loon, aanvullende WWB, voorlopige teruggave, heffingskortingen, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, belastingteruggave en naar aanleiding van aangifte, tegemoetkoming studiekosten, kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelasting, sportbijdrage en langdurigheidstoeslag. Hier wordt dus uitgegaan van 12 inkomenselementen afkomstig van 8 instanties. Nou, ik denk dat ik u niet meer hoef uit te leggen hoe ingewikkeld ons stelsel is. Kortom, het systeem dat wij zouden willen moet vriendelijker zijn, minder bureaucratisch. En het heeft ook als voordeel dat ondernemerschap wordt gestimuleerd en mensen beter in hun vel gaan zitten doordat ze veel minder zorgen hebben. Het idee krijgt al steeds meer handen en voeten, maar Haagse wetgeving zit nog steeds in de weg. Maar als de roep vanuit de samenleving groot genoeg is, dan denken wij dat ook ons conservatieve kabinet stappen moet gaan zetten. Dank jullie wel. Ja, Bruno, klinkt dit als toekomstmuziek? Nee, maar het klinkt eigenlijk als het praktische argument voor een basisinkomen. Zelfs al heb je morele bezwaren en ben je tegen parasieten en luie uitvreters en stem je graag op de PVV. Dit is het argument waarom je voor zou moeten zijn. Ik bedoel, never mind wat academici en ethici verzinnen. Dit is het gewoon. Sorry, een snelle reactie. Ja, ja. Heel positief, fijn. Ik ben heel benieuwd, want ik hoorde al luidruchtig applaus, maar eerder ook al gemor. Ik ben benieuwd wat er allemaal in de zaal leeft. Bent u inmiddels, vingers, wie was het toen hier binnenkwam al voor een basisinkomen, voor het idee? Dat zijn er best wel veel. Zijn er ook mensen falikant, waren er mensen falikant tegen? Daar achterin, dat valt er. U hoor ik graag zo weer om. Ja. Is er ook iemand die al van gedachten verandert? Die is die falikant tegen was en nu zegt nee. Het is niet aan die manier, hè? Denk ik. Nee. Mag ik u uitnodigen om te vertellen wat uw grootste bezwaar daartegen is? De betaalbaarheid. De betaalbaarheid. Ja, ik ben heel benieuwd wat. Ik begin dan graag bij jou, Lisa. Hoe zit dat met die betaalbaarheid? Ja, er zijn wel verschillende berekeningen gemaakt. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar ik las gisteren nog een scriptie van iemand die had onderzocht van kan het betaald worden? En die rekenen uit van als we een heel aantal zaken afschaffen, dan zou dat moeten kunnen. Nogmaals, ik heb die cijfers niet in mijn hoofd, maar als ik kijk naar de Nijmeegse situatie, dan valt het me op hoeveel geld wij steken. Het voorbeeld dat ik noemde, 28.000 euro per persoon om iemand van geen werk naar tijdelijk werk van 6 maanden te helpen, dat is een enorm bedrag. En dat speelt in iedere gemeente zo. En ik denk dat door een heel aantal regels af te schaffen, kunnen we hele grote stappen maken en kunnen we ook zo'n systeem bekostigen. Ja, dus dat is dan een soort werkgelegenheidsindustrie, heb ik iemand dat ook wel eens horen noemen. Ja, het is natuurlijk wel zo. Nu schept het ook veel banen, want je hebt natuurlijk ambtenaren die moeten zitten en die moeten bonnetjes moeten controleren. Dus dat levert nu ook banen op, maar daar gaat wel heel veel geld in zitten. En daar kunnen we op besparen. Ook omdat instanties langs elkaar heen werken. Want als je minimuminkomen hebt en je moet bij verschillende instanties aankloppen om je inkomen wat hoger te maken. Ja, vaak hangt de ene toeslag van de andere af. Dus er wordt ook heel veel geld rondgepompt. Instanties werken soms langs elkaar heen. Veel werk wordt dubbel gedaan. Dus daar valt echt een hele hoop te besparen. Ja. Ja, en dat niet alleen. Ik meen dat ik juist een soort. Ik heb het misschien niet al te duidelijk gedaan. Een opsomming heb gedaan van het soort hulpbronnen wat je zou kunnen belasten. Waar je naar zou kunnen gaan kijken voor die betaling. Dus we hebben het al over aardgas, landbouwgrond en andere fysieke hulpbronnen gehad. Waar iedereen gelijk recht op zou hebben, zou je zeggen. We kunnen ook gaan kijken naar heffingen op financiële diensten. Maar wat mij betreft een hele goede en een hele belangrijke is. We zouden dus eigenlijk heel kritisch moeten kijken naar
hoe de lonen van de mensen die in de formele betaalde arbeid verrichten tot stand komen. En ons dan afvragen hoeveel daarvan is echt het minimumbedrag waarvoor je dit zou willen doen. Dus er zijn een hele hoop banen, met name in de hogere en middenklasse type banen. Hè. Universitair docent, bankier, advocaat, noem maar op. Waarvan ik gif op durf in te nemen, misschien wel twee keer. Dat mensen dat ook voor minder zouden willen doen. Dat geldt zeker voor universiteitsbestuurders, bankiers en iedereen die boven de balken en de norm zit. Daar zit een ongelooflijke hoeveelheid jobrent in. Met andere woorden... Jobrent? Ja, dat is dus dat stukje waar je, wat je in je salaris zit, wat als het ware extra is. Wat je alleen maar kunt claimen omdat je vanwege die insider effecten. Omdat je een handige vakbond hebt of omdat je slim was bij het onderhandelen. Of omdat je werkgever denkt dat je over unieke talenten beschikt die niemand anders heeft. Wat vaak, nou ja, verzonnen is, hè? Vraag maar aan Kees van der Hoeven en dergelijke. Met andere woorden, als ze wat aan inkomensnivellering gaan doen, en dat lijkt me een heel verstandig plan, dan hebben we een hele berg geld om iets van een basisinkomen bovenop alle besparingen die Lisa al genoemd heeft, mogelijk te maken. En ik kan daar een, weliswaar, het zal ongetwijfeld geen vetpot zijn. He, dat zal ook niemand beweren. Maar het zal meer zijn dan 1,50 euro per maand of helemaal niet. Dat is ik heb net dat onderzoekje, ik bedacht me net, ik heb een tas met papieren, daar zit het vast tussen en daar zat het ook tussen. Die persoon die rekende uit dat we ongeveer op 150 miljard zitten. Daarbij gaat hij uit van 10 miljoen mensen boven de 25 en minimaal 15 jaar in Nederland. Hij gaat uit van een bedrag van 1250 euro per maand. En daarbij heeft hij een hele grove indicatie gemaakt van, en daarbij berekend dat we door de AOW te schrappen al 33 miljard besparen. WW en bijstand al 10 miljard, kindregelingen 12 miljard, hypotheekrenteaftrek 9 miljard. Deels wegvallen uitvoeringsorganen 30 miljard. En zo optellend komt hij al tot een bedrag van 110 miljard. En daarbij maakt hij ook nog een berekening hoe je die andere 40 miljard zou moeten bekostigen. Maar er zijn dus al wel grove berekeningen die zeggen, nou, we kunnen in de buurt van dat bedrag komen, dat het ook zou kosten om iedereen een basisinkomen te geven. Ja, maar dan heb je dus over... Wij zijn optimistisch. Ja. Er leefde hier net, ik weet niet, die meneer is misschien ergens anders gaan zitten. Nee. U heeft hem niet meer? Oké, ja. Ja, daar achterin. Ja. Ja, we zijn daarover aan het nadenken met heel veel organisaties. Onder andere ook organisaties voor schuldhulpverlening. Het lastige is dat je in Nijmegen niet alles zomaar mag doen. Je mag als gemeente geen inkomenspolitiek bedrijven. En daarom moet er wettelijk wat aangepast worden. En we hadden hier afgelopen vrijdag Bram van Ooyek te gast. Hij is de GroenLinks-leider. En Bram van Ooyek die zei dat in de participatiewet, daar zit een soort van experimenteerbepaling die gemeentes... die eigenlijk kan zeggen van gemeentes, jullie mogen met een aantal zaken experimenteren. Alleen het lastige is dat gemeentes nog niet mogen experimenteren met inkomenspolitiek. Dus wat hij wil doen is allereerst toestemming vragen aan Jetta Kleinsma is dat, de staatssecretaris. Of Nijmegen misschien andere steden uitgezonderd kunnen worden. Dus of we hier een lokaal experiment zouden mogen doen. Nou, dat zou een eerste stap zijn. En als we dat zouden kunnen doen, zouden mogen doen, ja, dan kun je natuurlijk kijken van, nemen nou verschillende groepen. Hè, mensen die eigenlijk uit alle lagen van de samenleving komen. Mensen met wel een baan, geen baan. Je zou kunnen kijken, dan willen we juist misschien die mensen die nu in de bijstand zitten specifiek daarmee helpen. En kijken of zij door een basisinkomen wat ontzorgd worden, misschien eigen bedrijfjes beginnen. En daardoor misschien een vaste baan uiteindelijk kunnen krijgen. Dus er zijn heel veel verschillende varianten mogelijk. En we zijn nog best wel in de onderzoeksfase, omdat nog ook heel erg onduidelijk is wat er nou landelijk allemaal mogelijk kan worden. Ja. Mag ik nog aanvullen? Ja,
Ja, dat klopt. Er zijn een stuk of 7-8 steden waarvan ik weet dat ze experimenten willen doen. Dus we komen binnenkort ook met alle steden bij elkaar om te gaan kijken, we zouden niet overal iets anders kunnen gaan doen. Want als je een experiment wil doen, dan wil je natuurlijk dat zo goed mogelijk gaan onderzoeken wat er mogelijk is. En misschien is het heel interessant om in de ene stad alleen bijstandsgerechtigden te pakken. In de andere stad juist mensen uit een bepaalde buurt, die allemaal een basisinkomen geeft. In een andere stad weer een andere vorm te kiezen. Dus daar gaan we binnenkort met verschillende gemeenten over praten. Ja. Nee. Maar het lastige is heel erg dat je een discussie hebt van waar zou je eigenlijk naartoe willen. En een discussie, hoe voer je dat nou praktisch uit? En misschien moet je wel kleine praktische stapjes zetten om uiteindelijk naar een wat groter ideaal te gaan. Ja. En daarom zitten we heel erg te zoeken naar wat is mogelijk, wat is wenselijk en hoe kun je dit nou op de beste manier onderzoeken. En daarbij komt ook, het is echt een radicaal experiment. We hebben het zeker in Nederland, in de Lage Landen, nog nooit echt op grote schaal gedaan. En dan is het natuurlijk, linkersoep om grootscheeps risico's te nemen. Ik bedoel, op het moment dat de huidige kabinet de zorg naar de gemeente overhevelde, namen zij zo'n soort groot risico. Je ziet de ellende die ervan komt. Hè. Sommige steden hebben dan met heel veel pijn en moeite en kunst en vliegwerk wel hun zaakjes voor elkaar. Maar bijvoorbeeld de plek waar ik woon is dat nog lang niet zo. En daar een vrij grote grijze bevolking die veel zorgaanspraak nodig heeft. Grosse kleinere Duits. Dus ik ben ook heel erg voor, begin maar klein. Er zijn overigens een hoop kleine experimenten hoor. Ook, dus Lisa heeft het nu echt over beleidsmatig en zo. Maar een heel maf levensecht experiment is een loterij in Noord-Frankrijk, heet Gagné pour la vie. En bij Gagné pour la vie, dat is winnen voor het leven. De hoofdprijs is 5 miljoen, 10 miljoen of zo. Maar dat krijg je niet cash, niet lump sum. Maar je krijgt het in de, het gaat in een soort trust fund. En dan moet je dus elke maand voor de rest van je leven krijg je daar 2000, 3000, 4000 euro uit. Dus het is een substantiële. Je kunt het je veroorloven, makkelijk, gewoon op te houden met werken en vroeg een pensioen te gaan. Uiteindelijk die wereldreis te maken. Gagné pour la vie loopt al jaren en elke maand is iemand de gelukkige. En er is onderzoek gedaan naar wat doen die mensen, wat doen die prijswinnaars? Dat zijn dus mensen uit alle lagen van de bevolking. Met name overigens ook weer lagere inkomensklassen. Die doen vaker mee aan loterijen dan hogere inkomensklassen. En wat blijkt nou? Vrijwel iedereen volhardt in de levensstijl die ze al hadden. Gaat door met werken als ze dat al deden. Sommige dingen veranderen natuurlijk wel een beetje. Er zal wat vaker biefstuk op tafel staan. Misschien dat de vakantie in plaats van naar de camping in België nu naar het hotel in Spanje zal zijn. Stem GroenLinks. Je hebt gelijk, maar ik bedoel, het is niet zo dat we bijvoorbeeld al heel erg bang hoeven te zijn. Ik bedoel, maar waarom worden we soms bang van dit idee of ongemakkelijk? Vinden we het best wel radicaal? Want als we het er hier zo over hebben vanavond, denk ik, radicaal. Het lijkt me een vrij goed oplossing voor een prangend probleem. Of in ieder geval die bureaucratische tentakels, denk ik, dat zou dat mooi in kunnen dammen. Maar waarom leeft er dan toch het idee dat basisinkomen, dat is best wel radicaal, ook best wel te links of zo. Het vereist de omslag in je denken, want we zijn heel erg gewend om in Nederland werken heel belangrijk te vinden. En mensen die niet werken, dat zijn vaak dan de mensen die dat niet willen of die lui op de bank zitten. Je hoort nog steeds heel vaak het argument van maar als je iedereen inderdaad een vast bedrag geeft, dan gaan mensen niks meer doen. En dan wil je toch niet? Ik heb heel veel discussies hierover gehad. Heel veel informatie is een enorme stroop op. Van
Het Centraal Planbureau. Nou, afgelopen onlangs. Week toen ik op de verjaardag van mijn oma was en met de familie dit zat te discussiëren, kreeg ik alleen maar dit tegenargument. Nee, ik hoor het heel erg omheen. En ook trouwens van, nou, juist ook van de rechtere kant. We hebben dit natuurlijk ook in de raad besproken. En het eerste wat je dan vooral van de rechtsere mensen hoort, is ook dit. Van ja, dit moeten we niet willen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor invoering van de participatiewet. Toen we het hadden over de tegenprestatie, moet je die wel of niet vragen. In Nijmegen hebben die heel erg laag gezet. De grenzen van de wet opgezocht en gezegd, nou, we willen eigenlijk helemaal niet zo'n tegenprestatie. Maar dan krijg je ook dat rechtsere partijen als D66 en de VVD wilden dat we een veel hogere tegenprestatie gingen vragen. Die discussies krijg je wel de hele tijd. Ik denk dat eigenlijk de belangrijkere. Dus het is niet. Het zijn twee type argumenten. Aan de ene kant een soort cultuurargument. Dat het zweet des aanschijns enzovoort. Hè. Dus alleen hardwerkend leven in de formele arbeid. Wat dus maatschappelijk gewaardeerd wordt in de vorm van geld. Dat is een waardevol en goed leven. Dat is een ethos wat sterk hier is. Ja, precies. En ik vind dus dat we. Dat je als overheid daar niet bijvoorbeeld aan mee moet werken. Maar met waardeoordeel zit wel in de huidige wet en regelgeving zoals we die kennen. Er is een ander argument wat belangrijker is volgens mij, of wat daarbij speelt. Wij zijn namelijk heel erg gewend bij de oprichting van onze verzorgingsmaatschappij, is dat voortdurend gebaseerd, niet op solidariteit, het wordt wel geroepen, maar solidariteit betekent altijd wederkerigheid. Dus nu draagt u bij aan de AOW en later als jij 65 bent, dan krijg jij ook. En nu stop je in sociale verzekeringen zoals WW en AWBZ. En mocht jij het ongeluk hebben dat je werkloos wordt of dat je ziek wordt, dan krijg jij ook. Voor wat hoort wat. En dat voor wat hoort wat, dat snij je natuurlijk radicaal door. Op het moment dat je een basisinkomen hebt. Want je stelt geen enkele voorwaarden. Het enige wat je zegt is, heb je een SOFI-nummer, ben je ingezeten en ben je volwassen. Dat is ongeveer alle voorwaarden die je stelt. En dat is natuurlijk voor de gemiddelde Calvinistische Nederlander 15 bruggen te ver. Trouwens niet alleen voor hun. Gewoon het hele idee dat je aanspraak kunt maken op, let's face it, ondersteuning van de gemeenschap. Zonder dat daar iets tegenover staat, in de vorm van een bereidheid tot arbeid of wat dan ook. Dat is voor velen veel te ver. Vandaar dat het een argument is wat je echt serieus moet nemen. Dat is een argument wat je moet beantwoorden. Nou, dat heb ik geprobeerd. Dus laten zien van, dat discrimineert tegen informele arbeid. En bovendien is er een heel belangrijk vrijheidsargument. Het is een soort vrijheidsargument wat voor de gemiddelde VVD'er eigenlijk ook heel aantrekkelijk zou moeten zijn. Want het is wat je zegt is, iedereen gelijke kansen. En wat je er dan verder mee doet. Dat zou toch de gemiddelde neoliberaal ook enorm aan moeten spreken. Ja. Ik zie heel wat vingers. Ik weet niet of ik dat kan zien. Ik begin bij u en ik ga daarna achterin. Ja. In de praktijk is er al een deel uitgevoerd. Dat moet voor het punt betrekken. COVID is daar gaan hebben we het voorbeeld. Ja. Ik heb het resultaat van de VVD. Dat onder de regering bijna dus dat was dan heel hard. En er staat een hele voorbeeld van zwervers en bonden die allemaal 3000 euro kregen. Dat loopt er een jaar aan het kijken. Nou, dit is een heel jaar van de baan, een vrouw, dat is heel veel van achter opgemaakt. Ja, dus die mensen zijn dus de voorbeelden zijn eigenlijk alleen maar dat mensen niet in de bank zitten. Dat mensen niet willen worden. Dat mensen. Ja, daar staat tegenover, dat is dan, lijkt ook wel gelijk wat azijn op het eten gooien. Het Centraal Planbureau heeft dus afgelopen weekend, die cijfers gerapporteerd, waarin ze uitrekenden wat een belastingverlaging op arbeid, dat is wat de VVD en D66 zo graag willen, aan werkgelegenheidseffecten zou hebben. En die zei, die zijn nihil. En hebben ze voor het gemak hebben ze ook nog een paar andere arrangementen meegenomen, waaronder een basisinkomen. En zeiden, ja, als je nou geïnteresseerd bent in werkgelegenheid, dan is een basisinkomen ongeveer het slechtste wat je kunt doen, want de werkloosheid neemt enorm toe. En hoe komt dat?
En nu parafraseer ik, maar het komt er eigenlijk op neer dat de sherry drinkende middenklasse huisvrouwen dan voortaan thuis blijven en boekjes lezen in plaats van, zelfs al is het maar in deeltijd, betaalde arbeid gaan verrichten. Ja, maar wel met de kanttekening dat het Centraal Planbureau gaat kijken naar, eigenlijk ervan uitgaan dat er onbeperkt banen zijn. En vanuit dat het heeft berekend, terwijl er zijn niet genoeg banen. Dus volgens mij mogen we alleen maar blij zijn als meerdere mensen besluiten, nou, voor mij even, ik ga even tijdelijk niet werken. Dan kan iemand anders die dat heel graag wil aan de slag. Of eerlijker verdelen. Hè. We hebben nu ook het probleem dat veel mensen zich over de kop werken en juist heel erg gestrest zijn. En een heel groot deel thuis op de bank zit en doodongelukkig is omdat ze graag een deel van die baan zouden willen hebben. En ik vind dat het lastige van het Centraal Planbureau is altijd dat ze alleen met een economische bril kijken naar een vraagstuk. En in dit geval ook niet hebben gekeken naar, is er eigenlijk wel genoeg werk? Nou ja, en zeker nog met een slechte economische bril hebben gekeken naar het vraagstuk. Omdat ze allerlei onrealistische aannames doen. Dus ik ben helemaal niet tegen om economisch sterker nog, dat lijkt me een heel belangrijk argument, om naar dit soort grootscheeps institutionele hervormingen te kijken. Dat is natuurlijk niet het enige wat je in ogen moet nemen. Maar dan moet je het wel goed doen. En dit was natuurlijk wat minder goed. Ja. Heel goed. Sommigen wel, sommigen niet. Het is heel flauw wat ik nou zeg. Ik denk dat allerlei vormen van arbeidsstimuleringsbeleid, dat de wereld weggaat. Dus het UWV kun je tot een uitvoeringsloket reduceren. Ja, dat is het allemaal, maar helemaal reduceren. De sociale diensten kun je wat mij betreft opheffen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan met de helft worden teruggebracht. En het impliceert volgens mij ook inderdaad dat een overheid zich terughoudender opstelt in het bevorderen van bepaalde manieren van leven. En dat lijkt me alleen maar winst. Wat dat betreft ben ik inderdaad een beetje een rechtsliberaal. Maar er is nog een ander probleem wat hier dwars doorheen fietst. Als we gaan kijken naar, als je vraagt naar mensen van, je ziet mensen lijden, armoede lijden of op straat wonen of wat dan ook. Is dat erg? Ja, dat vindt iedereen erg. En medelijdenwekkend en vervelend. En dan ga je af, en dan als je dan een beetje doorvraagt en je gaat vragen van, nou, hebben ze recht op ondersteuning? Dan komen er twee type argumenten. Het ene type argument is het kansengelijkheid argument, wat ik net gaf. He, dus dat je mensen gelijke uitgangsposities moet geven. En dat als mensen, doordat ze gewoon een bam deal hebben, slechte hand zijn gedeeld door het lot, een tekort hebben aan uitgangsposities en slechte kansen hebben, en daarom in die situatie zijn, dat is oneerlijk en unfair, dan moet je ze daarvoor compenseren of die kansen alsnog geven. Het argument voor het morele argument voor het basisinkomen, het vrijheidsargument, gaat daarvan uit. Dat betekent ook dat als mensen hun kansen op een onverstandige manier gebruiken, weet ik veel, met het basisinkomen gaan investeren in aandelen goud of weet ik wel, op de beurs en voorkomen onderuit gaan in de volgende beurskrach, dan is dat eigen schuld dikke bult. Hè, als je dat argument gebruikt. Tegelijk, we hebben ook een ander argument, een ander type argument. Waarom wij het erg vinden en waarom we vinden dat er wat aan gedaan moet worden en waarom mensen die lijden recht hebben, hè, dus niet alleen maar kunnen hopen ons medelijden, maar recht hebben op onze ondersteuning. En dat is het argument van het fatsoenlijke onderste niveau. Dus je zegt, er is een fatsoenlijke, rechtvaardige samenleving. Vereist niet dat je mensen op allerlei manieren helpt. Maar het betekent dat je gewoon een soort basisniveau garandeert, waardoor je niemand heen zakt. Dus dat is het argument van de ambulance. Als iemand met een slagadelijke bloeding op straat ligt, en de ambulance komt aan, dan neem je hem mee naar het ziekenhuis. Ga je eerst vragen of hij zich daar wel tegen het risico verzekerd heeft. En als dat niet zo is, dan moet hij maar op de blaren zitten en doodbloeden. He, dus sommige vormen van lijden laat je gewoon niet toe.
Deze twee argumenten zijn twee argumenten van rechtvaardigheid. En die zitten eigenlijk allebei in onze verzorgingsarrangementen. En die zijn strijdig. Ga maar na. Als iemand door zijn eigen schuld, zijn eigen dommigheid, onder een bepaald niveau zakt, ondersteunen we hem. Daar hebben we ontzettend schurft over in. En daarom gaan we allemaal van die regelingen erbij. Solliciteer je wel genoeg. Want wij willen dat mensen willen voorkomen dat mensen zo weinig mogelijk door hun eigen dommigheid door die bodem heen zakken. Die zijn een moral hazard voor onze samenleving. Maar dat komt omdat. Maar als we het idee loslaten dat de rechtvaardige samenleving vereist dat er een absolute ondergrens is waaronder mensen niet mogen zakken. En als ze daaronder zaten, hebben ze recht en aanspraak op onze ondersteuning, op onze hulp. Ja, dan moet je voor lief nemen dat mensen soms meer dan hun gelijke aandeel in de kansen consumeren en opnieuw consumeren om daar boven te komen. Dus die twee dingen zijn strijdig. En dat is echt een strijdigheid die zit gewoon in onze verzorgingsmaatschappij en onze opvattingen van een rechtvaardige samenleving ingebakken. Het argument dat ik gaf, probeert daar een keuze in te maken. Die vrijheid die gaat ervoor. De vrijheid om te kunnen doen wat je wil met jouw eigen leven. Ja, als een waardevolle. Wat vrijheid de moeite waard maakt. Waarom het belangrijk en waardevol is. Is omdat het je de kans geeft om een zo goed mogelijk leven naar eigen inzicht. Je eigen inzicht. Niet dat van Mark Rutte of Bram Ooyink te leiden. Maar je eigen inzicht. Dan vereist dat de samenleving je die kansen geeft, hè, dingen faciliteert, en verder je verantwoordelijk houdt wat jij vervolgens zelf doet met die kansen. Ja, maar dat is hard. Het betekent dat je de 18-jarige die zijn basisbeurs verpacht om daar de Maserati voor te kopen, dat is het voorbeeld dat iemand in de pauze mij gaf, en dus de rest tot aan zijn 65 is basisbeurs, als we aan de bank en dan geen droge brood hebben om te eten, maar wel een Maserati. Nou, je kan gaan zitten, want de benzine kan ik ook niet meer betalen. Dat ding, dat zuipt enorm. Ja. Tough shit. Ja, maar je krijgt geen 3 miljoen eerste dag basis. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, dan heb je een hele slechte lening. Nee, maar dan ga je naar de bank en dan zeg je van, hier, ik verpacht mijn basisinkomen aan jullie voor de rest van mijn leven. Geef me nou 3 miljoen. Ja. Dan zegt de bank, hier, alsjeblieft. Even kijken, er was daar nog een vraag achterin. Ja. Maar het was echt een goede mensen van werken. Die denken om voor werk of kans van schoonmaken en al die dingen plussen. Kijk, mensen met een lijn betaald krijgen. Dus ik heb niet dat het werk is, dat is een vraag. Nou, hoe zit dat dan eigenlijk in de hoop waarom? Dat kan het wel. Dat is een hele hoop. De derde vraag. We houden het even bij twee. Ja, dus de eerste vraag is, wie gaat het slechte vuile werk opknappen? En de tweede vraag is... Ik woon zelf in de flat. En ik zie veel mensen zoals een uitkering. Het klinkt wel uit elkaar. De mensen hebben niet veel vrienden. Dat is een Oké, duidelijk. Dankjewel. En dus ook, waar stoppen we? Dus hier zeggen we eerst Nijmegen en dan Nederland, Europa. Nou, die eerste vraag. Het vervelende werk gaat alleen maar meer betaald worden. Beter betaald worden. Door wie? Door ons, want anders zijn er geen vuilnismannen meer. Niemand wil het doen voor een minimuminkomen. En juist het leukere werk, het leukere werk gaat werk. Misschien wel minder goed betaald worden. Of inderdaad niet, want je hebt al een bepaald bedrag dat je al maandelijks krijgt. En wil jij nog vuilnisman willen worden? Ja, dan wil je natuurlijk wel dat het ook substantieel wat oplevert, anders ga je dat werk niet meer doen. Want je hebt al een bepaald bedrag. Dus je krijgt wellicht een hele erge kanteling ook in ons denken over werk. Maar ook in verschillende arbeidsverhoudingen. En daarom is het ook best gewaagd iets als we als maatschappij naar een basisinkomen willen gaan. Omdat je daarmee echt kantelingen krijgt in denken over werk en over betalen van werk. En over misschien ook wel in hiërarchie, hoe wij je werk zien. En over de regeling in Europa, ik heb geen idee. Mag ik nog één? Ja? Dus ik ben het helemaal eens. Ik denk inderdaad dat vies, vuil en onaangenaam werk vanzelf beter beloond zal worden. Want niemand wil het meer, zeker geen 40 uur per week meer doen. En als je 2 dagen in de week doet, dan ook nog maar goed betaald worden. Het andere wat u zei, dat het goed is voor mensen om regelmatig arbeid te verrichten. Ja, dat ben ik met u eens. Maar ik vind het ook goed dat mensen bijvoorbeeld niet te veel chocola eten.
En ik vind het ook goed als mensen niet te veel drinken. En ik vind het ook goed als ze niet te veel drugs gebruiken. En ik vind het ook goed als ze trouw zijn aan hun partner. En ik vind het ook goed als ze respect opbrengen voor andermans religie. En ik vind nog een heleboel meer dingen goed. Maar moet ik die waardeoordelen opleggen aan anderen? Moet ik zo ver gaan te zeggen van, hoor eens, dit is een bepaalde range. Zo mag je je leven leiden. En daarbuiten word je afgestraft. En dat gaan we onmogelijk maken of dat gaan we afremmen. Ik weet het. Ik vind het niet alleen ver gaan. Ik vind dat ongepast om het als overheid op te leggen. En dus ik vind dat ik als burger anderen daarop aan mag spreken. En ik zou tegen, ik ga naar de uitkeringsgerechtigde en zeg van, leuk, kom, we gaan werken. Ga mee. Hè? Net zoals ik tegen mijn zoon probeer te zeggen, leuk, kom, we gaan voetballen. En dan zegt hij, nee, ik ga liever computerspelletjes spelen. Nou, fout. Maar niet dat de overheid of de stad komt en tegen mijn zoon zegt, en nu zul je godverdorie voetballen. Of naar die buurman van u gaat, en nu houdt u op met blowen en gaat u morgenochtend de struiken snoeien of andere. Ja. Misschien nog even één opmerking daarover. Ja. Heel veel mensen ook in de uitkering die willen ook graag werken. Ik zei net al, er is niet genoeg werk, maar er is nog wat scheefs. Veel mensen zouden ook best wel graag vrijwilligerswerk doen. Dat vinden ze ook vaak een nuttige of een leuke besteding. Het probleem met het systeem is alleen dat veel mensen geen vrijwilligerswerk mogen doen. Want ze moeten 36 uur per week beschikbaar zijn voor werk. Dus je moet, als je vrijwilligerswerk moet doen en je hebt een uitkering, moet je dat vaak wel aanvragen. Is voor veel mensen, soms mag het gewoon niet. Want die zeggen, nee, als morgen iemand jou belt, die heeft een baan voor je en je bent vrijwilligerswerk aan het doen, ben je op dat moment niet meteen beschikbaar. Dus het mag al niet. Dus ik zou ook daarin, liever laten we er wat soepeler mee omgaan. Het spijt me, maar we zitten bijna aan de tijd. En ik heb hier nog twee vingers die al heel lang omhoog gingen. Nee, sorry, jij was later. Dus ik wil, helaas. Dus ik wil jullie nog graag de ruimte geven. Ik hoop dat het korte vragen zijn. En dan zijn we er helaas. Maar ga vooral daarna nog even contact zoeken met de sprekers. Ja, jij eerst. Waarom zou je dat denken? Die bedrijven moeten ook belasting betalen. Ja, dus je zult een andere loonsopbouw zien, zonder meer. En je zult bij mensen die leuk en aangenaam en prettig werk doen, docenten filosofie, zien dat ze dat voor minder zullen doen. En dat universiteiten zich in één keer kunnen veroorloven om het collegegeld van slimme studenten vrij te schelden of extra onderzoekers in dienst te nemen. Maar je zult ook zien, en je zult zien dat bankiers ongetwijfeld een stuk minder mogen verdienen. Maar je zult ook zien dat... Ik kom een beetje optimistiseren. Je zult ook zien dat andere soorten van werk wat mensen inderdaad alleen doen om, om de auto te kunnen betalen of op het eind van de week in de voetbalkantine ook een rondje te kunnen geven, meer zal gaan betalen. Hè, waar mensen geen intrinsieke waardering hebben, geen intrinsieke motivering hebben om het werk te doen, zal een werkgever merken dat hij dus meer moet betalen om mensen zover te krijgen om dat te doen. Met andere woorden, je zult een zekere nivellering zien. Ja, dat lijkt mij niet helemaal fout. Spannend. Ja, laatste vraag. Dat doet u zelf. Ja, het is gewoon de mensen die het al dan niet doen. Dus ik ben een nerd en ik vind het filosofie geweldig en daarom doe ik dat graag. En een ander is geen nerd en die wordt helemaal ongelukkig van vervelende studenten en dikke boeken. En die zegt van ja, voor dat bedrag doe ik het niet. Dan word ik wel vuilnisman. Dan ben ik tenminste lekker buiten. Kom ik onder de mensen. Maar misschien doet iemand anders het wel voor dat bedrag. Ja. Ja. Dus ja. Vraag me. Ja. Sorry. Dit was hem. Ik heb één laatste korte vraag. Wat denken jullie over 10 jaar Nijmegen? Is het gelukt? Ja. Ik denk ja. 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 Nou. Ik wil jullie allebei alvast enorm bedanken. Maar voordat we echt afscheid nemen, wil ik graag nog het laatste woord. En alle aandacht voor Hanneke Hendricks. Kom alsjeblieft naar voren.
Nu werd net eigenlijk in de laatste 4 minuten mijn hele column een beetje naar de galemiezen geholpen. Maar daar heb ik met 4 regels iets aan proberen te doen. Maar dat is pas op het eind. Misschien merken jullie het niet eens. Oké, 1. Ik heb allemaal kort stukjes gemaakt. Dat was trouwens, want jij kondigde me aan het begin aan. En toen wilde ik eigenlijk iets roepen, maar toen dacht ik, oh nee, ik kan het ook gewoon opschrijven. Over die prijs gesproken, en over het basisinkomen gesproken, dat is die prijs die ik had gewonnen. Toen het geldbedrag van de prijs werd gestort, had ik nog precies 10 op mijn rekening. Dus dan was ik heel blij. Nou goed. 2. Nu ja, laat ik maar meteen zeggen, ik ben verschrikkelijk lui. Als ik niets zou hoeven doen voor mijn geld, zou ik de hele dag op de bank liggen met een bak Ben & Jerry's onder mijn neus en een seizoen House of Cards kijken op de buis. 3. Nou ja, misschien klopt dat wel niet helemaal wat ik nou zeg. Soms zeg ik wel eens dat de enige reden waarom ik iedere dag werk, en dat is iedere dag, lieve mensen, ook op zaterdag en zondag, ik ben namelijk ZZP'er, maar misschien is dat omdat er anders niks aan is om op die bank te liggen. Juist doordat die bank niet lekker ligt als je de hele dag niks hebt gedaan. Dus dat is dé motiverende factor om nog even gauw de administratie van de afgelopen weken er doorheen te jassen. Ik werk voor de bank, zou je wel kunnen zeggen. 4. Op een dag moet er iemand voor het eerst in de wereldgeschiedenis tegen een ander hebben gezegd, nou oké, ik trek hier een lijn in het zand van deze boom naar deze struik en dan daarheen en dat stuk, dat is van mij. En diegene plant ooit, trouwens iemand, toen ik dat tegen iemand zei, toen zei diegene, ja dat is een of andere filosoof die dat heeft gezegd. En toen had ik gedacht, ik heb dat zelf bedacht, zei ik toen. Maar ja, dat geloofde natuurlijk niemand meer op dat moment. Nou goed, en diegene die plantte daar een boompje en die ving een kip en bouwde een huis. Oh, trouwens, sorry, ik ben wel van de anekdotes vandaag. Een vriend van mij zei ooit ook dat er iemand op de wereld voor het eerst de trek maar aan je vinger grap moet hebben gemaakt. Dat dat een geniale man is geweest. Nou goed, maar dat geldt terzijde. diegene die plantte daar een boompje, ving een kip en bouwde een huis. Op het ene lapje groeide alles heel goed en op het andere lapje groeide er niks. Oh ja, diegene die dat... Sorry, die column die was af en toe een beetje een rommeltje. Dus nu... Het schijnt dat ik nu een of andere filosoof citeer, wist iemand me vertellen, toen ik dit dus in de kroeg vertelde. Omdat ik dacht dat ik het zelf bedacht had. Dit naar aanleiding, omdat iemand beweerde dat er plannen waren om in sommige Afrikaanse landen het regenwater te vercommercialiseren. Want ik begrijp wel dat iedereen daar toen heel beledigd op reageerde. En ik vind dat ook een belediging. Maar ooit moet er iemand zijn geweest die beledigd was, omdat iemand dus op die lap grond zei, nou dit stuk zand is van mij. Dus ooit moet er iemand ook beledigd zijn geweest toen het geld werd ingevoerd. Ooit waren we beledigd om de euro, om de OV-chipkaart. Maar misschien is het ook omgekeerd mogelijk. Een vriend van me zei toen de OV-chipkaart werd ingevoerd, nou ja, voor datzelfde geld kunnen ze ook, in plaats van die poortjes bij elke perron ingang, een meneer met een pet en een uniform zetten, die de oude dametjes een fijne dag wenst. En helpt op de trap en hem complimenteert om een bloemenrok. Zoals Lisa Westerveld al zei, als er niet meer zo streng gecontroleerd hoeft te worden, dan maken we ook geld vrij. Misschien moeten we eens gek doen. Misschien moet iemand zoiets als het basisinkomen er gewoon doorheen drukken. Net zoals de Floriade en de Betuwelijn. Oh, wacht maar, dit wordt nog beter. Misschien moet iemand gewoon zeggen, we doen het. Fuck die prestigieuze projecten, we doen het gewoon en we zien wel waar het schip strandt. 5. Over de Floriade, House of Cards en het basisinkomen gesproken. Mark Verheij is een van mijn allerbeste vrienden. Echt waar. Ik ben een linkse trut en hij is een rechtse lul, maar ondertussen zijn we al bijna 20 jaar bevriend. Jij komt uit Venlo dus. En terwijl ik gisteren de 6 afleveringen van het nieuwe seizoen van House of Cards aan het kijken was, sms'te ik naar hem. Nou, jij kunt wel zeggen dat je allemaal shit over je heen hebt gehad, maar die Frank Underwood, die heeft het ook niet gemakkelijk hoor. Daar kreeg ik niets op terug. 6. Waarom worden we soms bang van dit idee? Werd er eerder door Lisa Doeland opgeworpen. Ik heb daar een simpel antwoord op. Friet. Nu is friet wel vaker als argument te gebruiken voor een keur aan filosofische vraagstukken. Zo zei pas iemand, in Japan eten ze maar tot 80% vol zitten. Ja, nogal wie dus, zei ik toen, in Japan hebben ze geen friet. Nu ja, wat ik bedoel, op de hoek van mijn straat zit een frietkraam. En de mannen van die frietkraam zijn de hardstwerkende mannen die ik ken. Ze zijn er altijd, iedere dag. Het maakt niet uit of ik nou 's middags voorbij fiets of om 4 uur 's nachts de kroeg uitrol. En een huiswabber
Ze zijn er altijd. En ze zijn ook nog eens aardig. En ze hebben goede friet, prima pizza's. En ze zijn ook nog heel goedkoop. Ik weet niet of ze dit zouden blijven doen als ze een basisinkomen hadden. Dan zouden ze misschien liever gewoon kunstenaar worden. Of muzikant, of schrijver, God forbid. Waarom niet? En toen vroeg die jongen dat daarachter dus dezelfde vraag. Toen kwam hier het antwoord van, want dan zou het een heel... Toen heb ik snel dit er nog bij geschreven. Want als de mannen van de frietkraam dan ineens heel veel geld zouden gaan vragen voor het bakken... Als het ineens heel lucratief was om een frietzaak te leiden... dan hadden we binnen no time een hipster met een snor en een dikke bril... die verse peterselie en zelfgeslagen mayonaise bij zijn friet wil slijten. Met biologische uitjes en zelfgestookte curry. Nou, dat vond ik genoeg reden. Maar ja, wie zou er dus dag en nacht achter die balie staan in de hitte? Zich s'nachts laten afblaffen door dronken studenten? Wie schouwt er dan nog s'nachts met die zakken? Wie? Er is toch wel een reden waarom nu niemand dat wil doen. We zouden met z'n allen voortaan zelf friet moeten gaan bakken. Zelf Chinees koken. Niemand zou meer voor zijn lol s'nachts op een scooter mijn pizza binnen een half uur van deur tot deur proberen te krijgen. Al dat gezeik. Uiteindelijk is het allemaal terug te herleiden tot friet. Want mijn lieve buurman met zijn melancholische ogen die achter het vet staat... wil misschien wel helemaal niet achter dat vet staan. Maar hij wil schilderen of dansen of zingen. Of gewoon lekker een krantje lezen in de hangmat. Dankjewel.